De petroleumsector staat voor een aantal belangrijke uitdagingen in de context van de Europese Green Deal en de transitie naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Een klimaatneutrale samenleving vereist dan ook disruptieve veranderingen in de energiemix van morgen. Dat wil zeggen dat onze sector ook een essentiële rol gaat blijven spelen, onder andere in de ontwikkeling van koolstofarme en klimaatneutrale vloeibare brandstoffen, om zowel het transport als de verwarming te gaan decarboniseren, te gaan vergroenen. Het unieke voordeel van die koolstofarme vloeibare brandstoffen is dat het eigenlijk drop-in producten zijn. Dat we zeggen producten die meteen inzetbaar zijn zonder aanpassing van de automotor of van uw oogrendementstookolieinstallatie. Je gaat een complementariteit nodig hebben van verschillende technologieën die nodig zullen zijn. Het is dan ook essentieel dat de politiek vandaag een duidelijk beleidskader creëert om die innovaties van morgen mogelijk te maken. Stookolie wordt meer en meer gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen. Zo komt de sector tegemoet aan de groeiende belangstelling voor milieuvriendelijker transport en verwarming. Een van de innovaties waar volop aan wordt gewerkt zijn koolstofneutrale vloeibare brandstoffen, zoals HVO. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. De basisgrondstoffen voor dit product zijn plantaardige olie, afvalvetten, afvalolie. En dan gaat men die verwerken in een hydrolyseproces. In dat hydrolyseproces wordt waterstof toegevoegd aan deze producten. Het is een vloeibare brandstof die vertrekt van plantaardige producten. Met andere woorden, het is een koolstofarme brandstof die bij verbranding tot 90% CO2 reduceert. Voorlopig zijn zulke koolstofneutrale brandstoffen in ons land enkel beschikbaar voor de transportsector. Het is de bedoeling ze op termijn ook te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen. Brandstofverdeler DEAP ziet daar opportuniteiten in en neemt deel aan een proefproject. Ik heb het product HVO leren kennen door een Nederlands collega. Ik was er volledig weg van. Ik geloof erin, economisch, ecologisch, milieu. En ik had van bepaalde klanten de vraag gekregen voor een product, like voor festivals, stroomgeneratoren. Als er een beter product was, zoals HVO voor de uitstoot. Dus daarvoor ben ik op de kar gesprongen en geloof ik in een lange termijnvisie. Sinds februari 2020 wordt het product getest in de verwarmingsketel van een particulier. Daarbij worden de prestaties continu gemonitord. Onze verbrandingsinstallatie die de woning verwarmt, heeft al een aantal jaren op de teller. Ze dateert ondertussen van 2006. En we zien eigenlijk dat ze vlot kunnen overschakelen is op die nieuwe brandstof HVO, zonder eigenlijk de parameters gaan bij te stellen. We zien dat bij de opstart van de verbranding de CO niet speciaal hoger gaat pieken. En ze gaat ook weer mooi gaan stabiliseren op een normale, milieuvriendelijke verbranding. Door zich toe te spitsen op deze koolstofneutrale vloeibare brandstoffen wil de stookoliesector zijn rol opnemen in de energietransitie. Voor consumenten kan HVO alvast een interessante oplossing zijn. HVO is wat wij noemen een drop-in brandstof. Dat is een brandstof die je kan gaan vermengen met stookolie. Het zij in een kleine hoeveelheid, het zij gradueel gaan opvoeren naar een grotere concentratie, met uiteindelijk als doel om stookolie op langere termijn te gaan vervangen door deze nieuwe brandstof. Het voordeel daarvan is dat je kan mee evolueren met de markt. Met betrekking tot de verwarmingsinstallaties is het een absoluut topproduct, want je hoeft aan de bestaande installatie helemaal niets te veranderen. Dus je werkt met je huidige systeem en je voegt zonder probleem die nieuwe brandstof toe.